Nikeri boekt vorderingen in raised sector. De afdeling voorlichting van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is tijdens een werkbezoek aan de districten Koroni en Nikeri geïnformeerd over de ontwikkelingen van de raised sector. LVV Regio West-coördinator Guno van der Kooijen houdt de vinger aan de pols en rapporteert aan minister Rabin Parmisser en de directie van het ministerie wanneer het rijstbeleid wordt aangepast of uitgebreid. De productie van de paddy en rijst verloopt tot nu toe goed. Voor een betere productie zullen de droge en natte infrastructuur nog meer aandacht moeten krijgen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.